Oh, 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 wow. Nee! Hoi, wij zijn Imke en Lieke en vandaag brengen wij een dagje door in het dierenrijk in Nuenen. We mogen namelijk vandaag een dagje meelopen met een dierenverzorger. En gewoon kijken hoe het er aan toe gaat achter de schermen in een dierentuin. Superleuk, want wij komen zo ontzettend dichtbij dat we zelf denk ik wel selfies kunnen gaan maken. Dus laten we dat gewoon gaan proberen. Een diervie. Zo weer, een dierenselfie. Kunnen we dan ook niet een wedstrijd van maken? Kijken wie de beste heeft. En dat mogen jullie dan bepalen. Dat is wel een leuk idee, denk ik. Dus elke selfie die voorbij komt, geef daar gewoon een cijfer aan. Zeg maar dier en dan cijfer. Ja. En dan mogen jullie bepalen wie er wint. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. We staan nu in het nachtverblijf van de apen. De apen die bevinden zich achter ons. En we gaan nu eventjes het eten snijden. Ja, en als we dan het eten gesneden hebben, dan gaan de apen naar buiten. En dan mogen we ze op een speciale dierentuin manier gaan voeren, zeg maar. Dus ik ben super benieuwd. En wat we nu gaan doen is echt ontzettend bijzonder. We staan namelijk nu op het chimpansee-eiland om ze straks te gaan voeren met deze verse gesneden paprika's. Dus in de hele bak gaan we hier lekker verspreiden en dan gaan ze zo alles opeten. We zijn weer veilig aan de andere kant en we gaan nu de luiken open doen. 3, 2, 1. En er komt de eerste al. Moeten ze wel tellen, want anders dan blijft er eentje achter. Dus zoals je kan zien zijn er nu 4, 5, 6. Ja, en nu weer dicht. De olifant gaan trainen. Super veel zin in. Iets wat echt niet zomaar kan, maar wij mogen het wel gaan doen. Maar we gaan niet zomaar trainen voor kunstjes of zo. Het is gewoon meer voordat ze, als ze verzorgd moeten worden, dat ze dan gewoon luisteren, zeg maar. Wel staat er wat tegenover, namelijk het poepscheppen. Maar ja, weet je, oké, zoiets cools maak je niet zomaar even mee. Dus poepscheppen doen we ook maar gewoon. Dus dat nemen we dan maar voor lief, dat poepscheppen. Zoals je kan zien is Imke al de nagels aan het schoonmaken. En wat wel heel belangrijk is om contact te houden met de beest. Want het is natuurlijk een heel zwaar beest. We hebben net gehoord dat hij 4000 kilo weegt. Nou, dat wil je natuurlijk niet op je hebben. Nu zijn we bij de achterpoot. En dit voelt heel anders. Het voelt echt als een hard kussen of zo. Je kan er ook een beetje in duwen. En wel moet je het in de gaten houden. Niet dat deze poot opeens... Of de staart opeens het tegen je aankrijgt. We hebben nu de staart vast. En het voelt zo raar. Heel ruw of zo. En ja, die haren die zien er ook echt super raar uit. En het voelt echt als... Het voelt een beetje nep eigenlijk. Als zo van... Ik weet niet. Het voelt als... stro of zo. Ja, ik ga het toch even zeggen. En we hebben het al eerder geprobeerd te vertellen. Alleen toen zei Lieke dat we zijn sleur vast hadden. We hebben nu dus de sleur vast. Het voelt zo raar. Woo! Ik moest er even bij zeggen. Oké, we zijn bij het moment aangekomen dat we de poepjes gaan opruimen. En zoals je kunt zien hebben ze net nog even extra cadeautjes achtergelaten. Dat is hartstikke fijn. Tja, dit gaan we dus scheppen. Maar we gaan het eerst even openmaken. Heel, heel smakelijk. Maar eigenlijk valt de binnenkant helemaal wel mee hoe vies het is. Het ziet er eigenlijk gewoon uit als stro inderdaad. Dit gaan we hier allemaal ingooien. En nog een leuk dingetje. Imke heeft er net in gezeten. Ik heb net in de poepbak gezeten. En dat is allemaal oké, weet je? Ik heb allemaal oké. Nee! Oké, guys, we komen er net achter dat deze olifant per dag ons samen uitpoepen. Qua kilo's. Dus ongeveer 100 kilo of 90 kilo per dag aan poep. Zo poep. Heel veel. En wij moeten het allemaal gaan schoonmaken, dus we gaan snel weer verder. We kunnen dat ook weer van de bucket list afschrijven. Oké, we staan nu bij de kriebelvisjes. Misschien heb je dit ooit wel gezien. En anders kijk even mee. Imke's hand die zit er al in. En ik ga mijn hand er nu ook bij doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dit voelt zo raar. Zo maken ze alles eigenlijk gewoon schoon. Dus dat is wel fijn eigenlijk. Na het poepscheppen.
favoriet. Oké, Lieke heeft nou dus een spin op de arm. Ik heb een vogelspin op mijn arm, jongens. Hey, wil je hem ook? Wil je hem overnemen? Probeer het. Oké, zoals je kan zien staan we voor de ringstaart makies en de rode varies. En we gaan ze lekker eten geven. Wil je een krentje? Oké. Hij houdt gewoon op mijn arm. Hij pakt mijn hand echt van. Ja, schappelijk. Oh, dit is zo lief. Ze zijn super pluizig. Ik heb een apenkont in mijn gezicht. Oh. Wat was dit een ongelooflijk leuke dag. Ik heb nog een lief aapje op mijn schouder staan. Wat hebben ze leuke dieren in de dierentuin? Ja, ik vond het ook echt hartstikke leuk. Ik zei, zat al met broek in mijn hand. Oh, bestaat. En wil je nou ook heel graag naar Dierenrijk komen in Nuenen? Dan kan je je tickets online kopen met korting. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan krijg ik een staart van de maker in je gezicht. Gezellig. En natuurlijk hebben we een challenge gedaan, wie de beste selfie had. Nou, ik weet niet wie er heeft gewonnen. Wie denk jij? Geen idee. Als jullie dat nou voor ons kunnen beslissen. Gewoon welke selfies jij het leukst vindt, laat even weten in de reacties. Stem maar even op mij, dat is wel leuk. Ik ben leuk. En dan willen we bij deze heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.